In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Om formatief te handelen helpen de 10 principes van zijn. Deze video gaat over stijgers bij moeilijke taken, oftewel scaffolding. Waarom is stijgers aanbieden belangrijk? Stijgers aanbieden bij een moeilijke taak gaat om het bieden van een tijdelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat de student door de stijger de taak kan uitvoeren en dat die ondersteuning langzaam wordt afgebouwd, totdat de student zelfstandig de taak kan volbrengen. Het bieden van stijgers is dus een vorm van begeleide inoefening. Wat levert het jou als docent op? Door het aanbieden van ondersteuning bij moeilijke taken doen de studenten succeservaringen op, waardoor hun zelfvertrouwen gaat groeien. Bij het afbouwen van de stijgers krijg je inzicht in de mate van begrip van de student. Als je te snel afbouwt, zul je merken dat studenten fouten beginnen te maken. Dan weet je dat je een stap te snel hebt afgebouwd en kun je opnieuw de ondersteuning aanbieden. Bij stijgers gaat het dus om het ondersteunen en dat langzaam afbouwen. Je kunt denken aan hardop de denkstappen bespreken en modellen als docent. Hoe kun je dan stijgers aanbieden? Bij stijgers aanbieden gaat het erom dat je de student ondersteunt. Dit kun je doen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door denkstappen zichtbaar te maken, modellen te verschaffen of begeleid in te oefenen. Dit zou bijvoorbeeld een stappenplan, een spiekbriefje of een ingevulde rubriek kunnen zijn. Het kan ook een werkvorm zijn die je aanbiedt als docent. Bijvoorbeeld de werkvorm Denkstappen, Notelist, Boodschappenlijst of Samenvatting. Wil je meer tips of hulp? Ga dan naar nbomediawijs.nl. slash werkvorm toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.